Robbie Jan vrij voor de keeper. En het is een goal. Dwars door het midden. En Schumann. Oh, kracht. Allemaal even dankjewel zeggen tegen Maarten Stekelenburg. Zoeljus heeft hem in, hij zit erin. Kuit naar de eerste paal. Ja! Hij is binnen! Met een hoofd snijden. Vol met de noppen. Er staat maar één strafhof. Nederland verslaat voor de tweede keer op de eindronde van de wereldkampioenschap Brazilië. Yeah. Goeie corner van Robben, doorgekopt door Kuip, vergeet Kuip de rol niet, hè. En dan de kleinste man kopt hem in, dat is natuurlijk formidabel. Kleinste man kopt hem in. Dus Sneijder, die eigenlijk toch niet geweldig speelde de eerste helft, heeft zich een geweldig effectief gepresenteerd tweede helft. Een assist en een goal. Ja. Volgens mij is hij het hele toernooi een heel erg effectief. Hij speelt niet met zijn assist en zijn goals. Effectief. Okay. Kijk eens wat de paas hier. Robbie Jan vrij voor de keeper. En het is een goal. Dwars door het midden. Allemaal even dankjewel zeggen tegen Maarten Stekelenburg. Zoeljus heeft hem in, hij zit erin! Kuit naar de eerste paal! Ja! Hij is binnen! Met een hoofd snijden! Vol met de noppen! Er staat maar één strafhof. Nederland verslaat voor de tweede keer op de eindronde van de wereldkampioenschap Brazilië. Yeah. Ja, ik zit hier met de slemiel en met de gelukkige man. Zo is het ongeveer. Vandaag, jongens, je bent een gelukkig, nee, maar je bent een gelukkig mens. Maar wat gebeurt er? Ik sta vlak eigenlijk aan de zijkant en ik zie Peter. Nee, wat gebeurt er met je voor de wedstrijd? Je hebt last. Waarvan heb je last? Ja, dat moet ook blijken natuurlijk, maar ik maak een sprong en ik weet niet hoe het eruit zag, maar ik kom er wel een sprong of zo. Ik even voor de warming-up en er schiet een stekend gevoel in de knie. In je knie? Ja, in mijn knie. Dus dat moet nu nagekeken worden? Ja, ik weet niet wat het is natuurlijk, maar dat moet nog na. Misschien wil jij dat ook in. Ik wil dat ook in. Je hebt een Polonaise beloofd, hè? Staat op band, hè? Kom op, ze komen in Polonaise, we hebben een afspraak gemaakt. Ja, nee, die afspraak staat er. Maar goed, dus dan heb je last van je knie, dan ga je naar de dokter toe? Ja, ik ging naar de dokter toe. Ja, je probeert nog wat midden met medicijn natuurlijk. Maar ik voel het al, dan keer elke stap weer pijn. En dan ga je naar binnen. Ik geef je nog wel een pilletje even. Ja. Maar daarna ga ik naar binnen met hem en probeer je natuurlijk nog alles te doen. Ze hebben nog even gekeken of niet, of geen grote schade was in op de pees zelf. Het was niet zo gelukkig, maar ik voel me binnen aan en dan moet je denk ik ook zo professioneel zijn om de beslissing te nemen om niet te spelen. Bedoel je dat je vanavond of morgenochtend naar het ziekenhuis gaat om scan te laten maken? Geen idee, ik heb er niet over gehad. Nee. Ik zo snel mogelijk in ieder geval. Maar hoe gek is het voor je als je op de bank zit? Dat lijkt me verschrikkelijk. Wijs dat de wereld is voor mij natuurlijk. Ja. Je laat het even in het begin niet blijken, want die jongens moeten eruit, maar toen ze eruit waren, dan stort even je wereld in. Dit is de wedstrijd waar je naartoe hebt gewerkt, heel je carrière misschien wel. Dit is jouw absolute hoogtepunt, kwartfinale tegen Brazilië. Ja, die valt in duigen. Dus dat was een teleurstelling. Ben je dan meer kapot op de bank, conditioneel gezien, zegt men wel eens, dan dat je voetbalt? Dat je dat zo aan je vreet ook? Ja, ik ben wel moe aan nu. Nee, dat is wel anders. Ja, dat heb ik ook niet zo vaak gelukkig meegemaakt, maar dat is vermoeiend, ja, als je daar op die bank zit. Je kan niks doen, je bent machteloos. En zeker als je geblesseerd bent, je komt er niet meer in. Dus
Met overgeleverd, ja, ik was helemaal kapot aan het einde. Complimenten voor die bij PSV afgeschreven gek, hè? Want die wordt vlak voor de wedstrijd. Ja, dat is zo mal. Want ik heb tot nu toe heb je meegemaakt, hè? Stond je voor de wedstrijd heel stiekem balletjes naar ons te schieten. Je was geconcentreerd, leek het dan anders, net alsof je het voor voelt. En dan word je opeens. Heb je door dat er iets met Matthijs aan de hand is op het moment dat je bezig bent? Kijk, het feit dat je op de bank zit is natuurlijk niet leuk. Dus, maar dat houdt wel in dat zowel Joris als John. Je steunt ze gewoon en je hoopt natuurlijk dat ze het gewoon verschrikkelijk goed doen. Dus ik zit letten altijd wel een beetje op ze te letten en te doen. En ik zie hem al een paar keer naar de kant lopen. Dus toen dacht ik al van nou, dat is niet, is niks voor hem. Want als er eentje altijd doorgaat, is het Joris. Dus toen dacht ik al van nou, dat is niet goed. En toen kwam Luc vannacht naar me toe van ja, je kan beter maar misschien eventjes de warming up een beetje gaan doen. Ja, daar voel je het al. Dan weet ik, hij is geen jongen die zich aanstelt en die zomaar eruit gaat. Maar even de warming up, want je hebt heel kort eigenlijk iets kunnen doen. Heerlijk. Ja, om die spanning ook niet te hebben, gewoon maar. Nee, maar als je nu nog daar echt helemaal druk van moet gaan maken, dit zijn de wedstrijden die je wil spelen. Moet je niet zenuwachtig zijn. En dan blijkt op deze leeftijd een heel groot en routine een heel groot voordeel te zijn. Ja, daar ben ik zelf helemaal niet mee bezig, Jack. Wat voor mij het belangrijkste was, is op dat moment dat verschrikkelijk vervelend voor Joris vind. Dat was mijn eerste gedachte. En mijn tweede was meteen van, nou ja, oké, dan moet je er gewoon meteen staan. En laten zien waarom je mee bent. Dat je niet mee bent voor de gezelligheid. En, ja, het belangrijkste is het er gewoon. Ja, wat had jij voor gevoel bij die 1-0 achterstand? Nou ja. Ja, ik zat, je voelt je machteloos, dat zeg ik net al. En ik had echt het gevoel, jongens, als we 1-0 de rust halen, had ik echt het gevoel, dan kunnen we het nog omdraaien. Zo, misschien dat we een paar keer geluk hebben gehad, net voor rust. Ja. Maar het is natuurlijk uitstekend gekipt. Nou, pak je weer de bal uit. Maar in de rust had ik echt het gevoel, dit draaien wij. Ja, dit draaien wij. En misschien een beetje arrogantie van die Brazilianen, maar wij hebben het gewoon perfect gedaan in de tweede helft. En dan staat er de tweede helft tegen Brazilië in de helftal, waar je ziet alle bouwsteentjes, die hebben gewoon gewerkt tot dit. Wat ik vond, wat ik heel erg voelde, en dat voelde ik al voor de wedstrijd eigenlijk, is dat gewoon het geloven was. Het was niet van, nou ja, het zou leuk zijn om te winnen. We wisten gewoon eigenlijk dat we zouden winnen. Dat is nu heel arrogant en makkelijk te zeggen. Hij wist van tevoren gewoon van, deze pot te pakken, maar wat er gebeurt, we pakken hem. En dan is wat Joris zegt, is goed dat het met de rust 1-0 staat. Want de eerste helft, ik weet niet of we veel minder waren, maar hun waren wel gevaarlijk. Vlagen waren ze heel gevaarlijk. Ja. En als je 1-0 in de rust komt en een beetje, Dirk hier riep het eigenlijk meteen al, dat we binnenkwamen, we scoren altijd. Dat was ook zo. Wat een maf seizoen heb je. Ja, ongelooflijk. Zit hij ook met het shirt van de man die een rode kaart heeft? Ja, maar die kwam net in de dopingcontrole, kwam ik hem tegen. Ja, want dus, jij moet naar de dopingcontrole. Ja, daar zit ik nu. Hij staat daar te wachten. Hij staat daar te wachten. Ja, goed. Zie je? Ga plassie, jongen. Ja, oké. Goeie reis, jongen. We zien elkaar straks. Sterkte.